Een hele goede morgen, lieve mensen, en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is zaterdag en wij gaan vandaag vliegen naar Cartagena in Colombia. Super fascinerend. Dus ik denk dat de zaterdag wel weer een korte vlog wordt voor de zaterdag, zeg maar. Ik ben voornamelijk aan het vliegen. Zo'n 12 uur vliegen in totaal. We gaan ook eerst naar Bogota en dan door naar Cartagena. Dus ik zie jullie dadelijk waarschijnlijk in Cartagena. Tot straks. Ik zit in de brievenkamer, maar ik wil toch nog even zeggen dat ik denk dat dit de leukste weekvlog tot nu toe gaat worden. Echt, deze week zit echt gewoon bomvol alleen maar leuke dingen. Dus ik hoop ook altijd dat het allemaal gaat zoals we in gedachten hebben, zeg maar. Dat is nog altijd even afwachten. Officieel, Nederlands tijd, is het al zondag. Ik ga het nog even, want in Cartagena is het nog zaterdagavond. Is het 6:55 s'avonds. In Nederland is het 1:05 s'nachts. Hierbij wil ik dus ook de zaterdag afsluiten. We hebben een hele relaxe vlucht gehad. Het is een onwijs lange dag. Echt, 8:00 ochtends moest ik op Schiphol zijn om te melden. Het is nu 1:15 s'nachts, om het zo maar te zeggen. Ik ga uitrekenen hoe lang de dag was. Lang dus. Maar desalniettemin hebben wij een hele leuke crew. Hebben wij hele leuke plannen in Cartagena. I can't wait voor deze weekvlog. Echt, om hem ook terug te kijken, om hem te gaan editen. Echt. Maar goed. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen voor de volle dag in Cartagena. Tot morgen. Goedemorgen, lieve Leute, en welkom op deze zondagochtend, de tweede dag van de weekvlog. Ik had jullie beloofd dat het een hele leuke weekvlog zou worden. Ik moet helaas wel mededelen dat Disney dus niet doorgaat. Mam, de vlucht is geannuleerd, waardoor ze dus moet vliegen op het moment dat wij in Disney zouden zitten deze week. Dus daar baal ik van als een stekker. Maar goed, dat kan gebeuren. Wat wilde ik nou nog meer zeggen? Efteling gaat gelukkig wel door. Wat betekent dat ik 2 dagen in de Efteling ga zijn in plaats van 1. 1 dag samen met mijn zusje en de andere dag is mam er ook bij. Super gezellig. Maar we zijn in Colombia natuurlijk. Ik moet even heel voorzichtig dit blikje opmaken. Ik ben mijn pre-workout vergeten. Dus ik doe het even met Monster. Die ik nog in mijn tas had zitten. We zijn in Colombia. Heel veel zin in vandaag. Oh, het ziet er zo mooi uit. Ik ga inderdaad het uitzicht laten zien. Ik ga eerst even sporten. Dan ga ik ontbijten. Er zit een mall aan het hotel waar ik misschien eventjes inpiep om te kijken of er een Starbucks zit en ik magneet kan scoren. En daarna ga ik met een aantal meiden gewoon naar een beachclub, heel gezellig, die we hebben gereserveerd. Dus zin in. We gaan eerst even sporten. Let's go. Jullie kennen het inmiddels, het fenomeen waar is de gym? Club, dat zal het wel zijn. Zou dit het zijn? Nee, dat is een lounge. Daar misschien? Als ik... Nou, ik heb gesport, ben weer terug op de hotelkamer en ik ben eventjes bezig met de weekvlog van afgelopen week uploaden. Die was namelijk niet op zaterdag, maar op zondag online, moet die online, omdat gisteren had die gewoon niet lukte met vliegen. Dus ik ga even nu een thumbnail maken en dan is dat ook weer gedaan. En dan ga ik ontbijten, denk ik. En dan is het tijd om richting de beachclub te gaan. Zoveel zin in. Oh my god. Nou, ik heb me even omgekleed. Ik heb volgens mij altijd deze roze jurk aan op dit soort bestemmingen. Maar hij zit gewoon heel erg lekker. En het is lekker luchtig. Ik heb mijn bikini al aan. En deze opwaart van de Shubi. Heel schattig. Ik ga even ontbijten. Ik heb dus ontdekt dat er een Starbucks zit. Hier op 9 minuten loopafstand. Dus dat gaan we even doen. Ik ga even een tasje pakken. Het schijnt wel dat je hier heel erg moet uitkijken voor zakkenrollers. Dus ik heb gelukkig dit keer een beetje wat slimmer ingepakt. En een fanny pack meegenomen. Gelukkig, dat past precies mijn portemonnee in namelijk. Dus dan gaan we even naar Starbucks toe. Toppie! Happy Ari. Ik heb er dus 2. Cartagena en Bogota. Want daar zijn we gisteren natuurlijk ook geland. Dus ik dacht, weet je wat? Ik vind hem leuk. Treat yourself. Nu willen jullie ze natuurlijk zien. Ik heb dus Cartagena. En ik heb Bogota. Echt
zo blij dat ze ze hadden. Echt, oh my god. Ik ben aan het wachten op de rest van de meiden. We moeten eerst even naar de mall toe, want we moeten pinnen. We weten helemaal niet of we die Beach Club cash met de creditcard kunnen betalen. En cash is sowieso altijd handig om te hebben. Ik heb die rugzak mee die ik in Kuala Lumpur kocht. Ik ben zo blij met dat ding. Echt, aankoop van de eeuw. Voor die 10 euro. Even op de meiden wachten. Dat is ook lekker. Het is echt zo chill hier. Niet normaal. Het is dus een eilandje van de kust van Cartagena. Het was echt nog geen 10 minuten varen. Wel zware golven, zeg maar. Maar het is hier wel echt super gezellig. En ik denk ook even lunchen. We zijn gezellig met 5 meiden. Super leuk. Er zit een zwembad bij. Kan, hier ligt de zee. Kan ook de zee in. Maar er ligt ook een soort infinity pooltje bij. Heel chill. Ik ben dood op. Het is 4:15. Maar ik kan nu natuurlijk niet zeggen van... ik ga naar bed toe. Maar dat is niet oké. Dus ik ga even lekker douchen. We hebben met de meiden afgesproken dat we over... Anderhalf uur weer in de lobby afspreken. En dan gaan we lekker ergens eten en naar een rooftopbar. Daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Maar goed, ik ga eerst even lekker douchen. Al het zand van me afspoelen. Maar ik zit echt van top tot teen onder het zand. Maar dat krijg je als je naar een beachclub gaat, mensen. Leuke beachclub trouwens, Amara. Echt een aanrader. Ik ga even lekker douchen. Een hele goede morgen. Ik besef me volgens mij dat ik gisteren niet eens meer een afsluiter heb gefilmd. Oeps, sorry. Maar het is inmiddels 6:30 ochtends. Ik ben al eventjes wakker. Ik denk sinds 5:30, denk ik. Ik ben lekker YouTube aan het kijken, een beetje aan het chillen. Ik ga namelijk wel naar de sportschool, maar ik denk dat ik even een uurtje daarmee wacht. Dat ik om 7:30 ga. Ik ga even lekker YouTube filmpjes kijken. Mijn eigen socials een beetje updaten. Met foto's van gisteren. Superleuke dag gisteren trouwens. We zijn uiteindelijk niet meer naar die rooftop gegaan. Waar we heen wilden. We hebben wel gegeten en toen nog een ijsje gegeten in het centrum. In de oude stad. En toen wilden we naar de rooftop, maar er stond een hele lange wachtrij. En toen hadden we zoiets, nou dat gaan we niet doen. Daar hebben we geen zin in. Iedereen was ook kapot van een tijdsverschil. Vandaag is terugvliegdag. We hebben om 4:00 vanmiddag pas calling. Super lekker. Dus ik ga dadelijk eerst sporten. It's a leg day. Yay. Ik ga het benen trainen, maar toch erbij. Dan ga ik ontbijten en dan ga ik denk ik nog met 2 collega's lekker de oude stad in. Er waren namelijk zo'n leuke kraampjes. Ik moet nog een magneet hebben. Ik heb hele leuke oorbellen gezien gisteren. En hele leuke soort ja, slippers, instappers. Sandaaltjes, iets in die richting. En dan gaan we, is het denk ik tijd om terug naar de kamer te gaan. Even een beetje vroeg te proberen te slapen. En dan is het alweer tijd om naar huis te vliegen. Een nachtvlucht dus. Ik heb al, ja, als ik weet dat we terug gaan, heb ik altijd wel weer zin om terug te gaan. Ik heb ook nog niet mijn iPad vastgepakt en ook nog niet bij mijn deur gekeken. Voor hetzelfde geld komt de kist niet door, je weet het niet. Ik hoop het wel deze keer, want ik heb wel zin om naar huis te gaan. Thuis natuurlijk ook weer een hele leuke paar dagen. We gaan niet meer naar Disney, we gaan naar de Efteling. Ik heb een hele leuke campagne gekregen. Dus daar ga ik ook wat werk voor doen. Hebben we nog meer? Nee, 2 dagen Efteling, nog je Efteling Hotel. Ik ben heel benieuwd. Dus ja, zin in. Ik ga nog even lekker chillen hier. En dan zie ik jullie zo voor het sporten. Nou, ik ben helemaal klaar voor. Sport voor de avond, ben ik aan de gym. Zo geen zin, ben ik mijn pre-workout vergeten. Helemaal kap. Oh, wat was het ook alweer? Oh, het is wel echt zo mooi. Zo lekker. Zon. Het was deze kant op, Marianne. Even ontbijten. Ik ben klaar met sporten, dus. Lekker ontbijten. Ik heb ontbeten, ik heb me omgekleed en het is een lekkere, lange jurk aan. Heel veel mensen vragen waarvan die is. Hij is dus uit een boutiqueje in Noordwijk en dat boutiqueje heette Tam Tam. Kan dat? Iets in die richting in ieder geval. En ik ga nu even naar de mall hiernaast om te pinnen. En dan ga ik met een aantal collega's de oude stad in.
Maar ik vind het wel fijn om cash te hebben, want ik zag eens op straat heel veel leuke dingetjes. Dus en dan zal je wel cash moeten betalen, denk ik. Kijk hoe schattig het hier is. We zijn nu bij een frozen yoghurtplaats, waar we gisteravond ook waren. Mega lekker dit. Ferrero Rocher is zo lekker, wilden ze zeggen. Maar we lopen echt midden in Cartagena en het is... Het doet mijn hart zo goed dit. En ik heb dus een voorbeeld, zei ik net al tegen de meiden, dat ik hier met de reserve volgende week weer zit. Dus echt, serieus, een voorgevoel. En ik hoop het bijna, want ik bedoel, hallo, in Nederland sneeuwt het of zo. Zo lekker dit. Kijk, even, dit is een winkel. Hoe mooi. Een soort, meer een boutiqueje volgens mij, maar wat schattig dit. Zo cute. Het is bijna achterlijk om in dit soort landen kerstmuziek te horen. Waar het gewoon niet onder de 30 graden komt. Maar ik heb heel veel geshopt. Dus ga even naar TikTok voor een shoplog van Cartagena. Nou, ik heb even snel mijn bikini aangedaan. En ik ga nog even een uurtje, anderhalf uurtje bij het zwembad liggen. Heel veel zin in even het water in. Ik heb bloedheet. En dan hebben we een calling. Maar ik ben niet moe, dus ik ga ook niet slapen. Nou, ik sta nog in de lift. Ik heb nog een half uur voor calling. Dus ik ben nog ruim op tijd. Ik ga me even lekker klaarmaken. Ik ben helemaal klaar. Ik ga terug naar Nederland. Ik ga hierbij ook deze dag weer afsluiten. Want het is een nachtvlucht. En morgen vroeg om 11 uur meld ik af. En dan ben ik weer in Nederland voor 8 dagen. Ook wel weer even lekker. Alleen heb ik niet zo'n zin in de kou. Maar goed, dat is iets van morgen. Ik wens jullie een hele fijne... Ja, dat kan ik wel zeggen, maar het is een weekvlog. Ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Een hele goede morgen en welkom terug in Nederland op P40. Ik ben terug uit Cartagena en ik ga naar huis rijden. En voordat mensen zeggen van, ja, maar je hebt gevlogen, je mag niet rijden. Dat mag ik wel, want ik heb heel goed geslapen in de crewrest. Maar liefst 2,5 uur. Dus dat is echt heel erg lekker. Maar ik ga nu naar huis rijden. Ik moet tussendoor wel even laden. Dan ga ik even een paar uur slapen. En dan staat op het avondprogramma lekker sporten. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dus we gaan eerst even naar huis rijden lekker. Het is vandaag dinsdag. Dinsdag. Ik heb ook mijn bril op. Lekker. Vind ik altijd lekker. Dus ja, op naar huis. Afgelopen week heb ik gewoon precies hetzelfde in de weekvlog gezegd. Ik sta weer bij dat tankstation... Waar de vorige keer al die laders al vol waren. En dat is nu gewoon weer het geval. En ik heb nog maar 90 kilometer op mijn teller. Dus ik moet hier echt laden. Want het volgende tankstation ga ik dus niet halen. Maar echt mega irritant dit. Dus ik ga hier wachten en staan. Totdat er iets vrijkomt. Hier heb ik zo'n zin in nu ook. Echt... Oh jongens, we zijn thuis. En ik was even geweest dat we de kerstboom hebben staan. Ah. Oh, zo lekker dat ik thuis ben. Ik ben nu wel echt, nu ik echt thuis ben. Even het licht aan nog. Serieus moe. Dus ik ga lekker douchen. Dan ga ik even een paar uur slapen. Het is nu 2:50. 2:45 in bed. Dan zet ik de wekker op 7:00. Ga ik dan sporten, eten en dan weer slapen. Heel veel collega's trekken nu door. Ik vind dat toch persoonlijk niet fijn. Omdat ik vandaag ook wel heel graag wil sporten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. Dus ik zie jullie straks weer na het slapen gaan. Tot zo. Ja, daar zijn we weer. Drie keer wat we gaan doen. Exact, sporten. Ik ga eerst even sporten. Want het is nu 6:30. Ik heb heerlijk geslapen. Ik had door kunnen slapen, maar dan ben ik vannacht om 2:00 klaar wakker hier. Gaan we niet doen.
Dus ik ga nu sporten. Dan ga ik even, denk ik, op de sportschool als ik weet dat ik bijna klaar ben eten bestellen. Want ik heb niks in huis. Ik heb niet zo'n zin om naar de Albert Heijn te rijden. En dan ga ik jullie laten zien verder wat ik allemaal gekocht heb. Er is een shoplog van Cartagena. Kijk, check even TikTok daarvoor. Dat ja. Ik dacht al, waarom is het zo rustig? Maar fijne pakjes avond, lieve mensen. Het is Sinterklaas. Vooral dat het hier zo rustig is. Nou, ik heb gesport en ik ga nu lekker weer slapen, eerlijk gezegd. Ik moest eigenlijk nog wat eten, maar ik heb zoiets van, nee, dat ga ik niet meer doen. Geen zin meer in. Ik heb ook niet echt trek. Dus dat komt morgen wel weer. Dus ja, ik ga jullie morgen ook verder laten zien wat ik nog heb gekocht. Nee, dat staat op TikTok trouwens wat ik heb gekocht. Dus ik wens jullie een hele fijne... Ik zeg dat dit een YouTube video, maar het heeft helemaal geen zin. Ik zie jullie morgen. Oh, een ellende dit. Ik moet eruit zien. Maar het is 11 uur 's ochtends. Ik heb echt door die 4 dagen Cartagena zo'n mega jetlag. Dus heb ik nooit gehad. Ik kwam echt niet in slaap. Ik dacht pas om 2:30, 3 uur een beetje dacht. Nou, zou ik wel kunnen slapen, s'nachts. En het is nu 11 uur. Ik ben net pas echt uit. Ik had geen werk gezet. Want ik denk, nou ja, hoeft niet. Misschien wel, we moeten. Maar goed. Ik ga wel beginnen met sporten. Nee, eerst even aan iets aan dit doen, want dit kan natuurlijk niet. Dan ga ik sporten. Ik kan bijten. Ik heb om 3 uur een afspraak om mijn mooie nagels bij te laten werken. En dan is vandaag ook eigenlijk helemaal niks, denk ik. Ik moet twee TikToks opnemen, want vandaag komt het rooster uit van januari. Zin in. En de shoplog van Cartagena moet gefilmd worden. Morgen ga ik naar de Efteling toe. Samen met mijn zusje. En mijn moeder sluit dan later aan. En dan gaan we vrijdag de hele dag de Efteling. Dus dat is superleuk. Alvast een FYM. Ze zouden eigenlijk natuurlijk van mij op Disney zitten. Moment of silence. Ja. Dus ik heb besloten dat de dag morgen de Efteling ik wel in deze weekvlog ga zetten. Maar de vrijdag, dus de volledige dag met mam en mijn zusje in de Efteling, komt dan een aparte YouTube video online. Wat ik pretpark vlogs. Ik vind het zo leuk om te filmen. Ik vind het ook altijd leuk om zelf te kijken. Vandaar dat ik denk, ik ga pretpark vlogs apart maken. Net zoals bij Toverland met de Halloween uitsteek. Want dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het leuk om apart te kijken. En dat wordt waarschijnlijk. Ik ga zoveel filmen altijd op zo'n dag. Dat het dan te lang wordt om in zo'n weekvlog te plakken. Omdat waarschijnlijk het al 30 minuten aan beeldmateriaal is. Al niet 40 minuten. Dus dat. Ik ga even klaarmaken en gaan sporten. Ik heb me even omgekleed. Ik heb exact hetzelfde aan als gisteren. Het zit gewoon lekker. En dadelijk gaat het in de was. Dat beloof ik. Maar vandaag komt dus ook een nieuwe rooster uit, zoals ik zei. En er past precies een iets met 7 dagen in. Dus een 4 om 3, een 3 om 4, 5 om 2. Dus ik denk eigenlijk dat het Europa wordt. Stiekem hoop ik dat het een 4 om 3 wordt. Dus een Dubai, een Washington misschien zelfs. Of iets anders leuks. Of een 3 en 4, dan hoop ik op een Paramaribo, jongens. Daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Dat zou ik ook leuk vinden. Maar ik zou het ook leuk vinden. Ja, Dubai, hallo, sowieso. Maar Washington zou ik ook toch wel heel erg leuk vinden. Of Nairobi, kan het trouwens ook worden. Ik ben een giraf en de olifanten. Maar goed, ik ga lekker sporten. Let's go. Nou, ik ben lekker terug van het sporten. En ik ga nu even mijn iPad pakken. Ik moet even mijn raam opzetten. Mijn iPad pakken en mijn laptop. Want dadelijk komt het rooster dus uit van januari. Ik ben echt heel echt zo benieuwd. En daarna moet ik eigenlijk gelijk door voor mijn nagelafspraak. Ik heb niet eens tijd om te douchen eigenlijk. Want ik moet ook nog ontbijten. En ik moet hier ook nog allemaal wat aan doen. En ik moet inpakken, want morgen gaan we natuurlijk naar de Efteling. Best een... Dat kleed is zo stom. Een drukke dag. Nee, grapje. Het is gewoon omdat ik tot 11 uur in bed heb liggen stinken. Maar goed. Chicken. Ik noem onze vogel Pigeon, noem ik tegenwoordig chicken. Want ze ziet er soms ook uit als een chicken. Dan is ze helemaal opgeblazen. Dat ze helemaal plofferig als een plofkip is. Maar nu ziet ze echt wel heel erg mooi. You're pretty. Ik zit maar aan te kijken. Zij is echt zo judgmental. Ze kijkt je dan zo op en neer, zeg maar, kijkt ze je aan. Zo van, I don't like your outfit. I would change. Maar goed. Vergeet niet dat het bijna kerst is. This is so pretty.
Maar goed, ik ga even ontbijt maken eerst. Ik ben weer aan het lullen met van alles. Moet ik ook niet doen. Jullie hebben waarschijnlijk mijn TikTok of mijn Instagram al gezien. Een vierdaagse Toronto. En wat ik misschien wil doen vanuit Toronto, dat is dus heel goed te doen, is naar de Niagara Falls. Dat lijkt me echt wel heel gaaf. En dat is vanuit Toronto schijnbaar echt heel goed te doen. Oh, ik ben zo blij met dit rooster. Maar goed, ik ga nu dus nog even mijn ontbijt verder opeten. En dan ga ik richting de stad voor mijn nails. Want die moeten echt gedaan worden. Er zit yoghurt op mijn naam. Tip. Nou, ik ga even snel mijn spullen pakken en dan ga ik richting mijn nagelafspraak. Ik zou het liefst nog gaan douchen, maar dat is gewoon echt geen tijd meer voor. Een tas. Kan ik mijn loungefui meenemen? Nee, dat ga ik niet doen. Het is echt zo'n pleurenzooi hier, echt. Weet je wat ik dus begin te zien? Ik krijg heel erg dit. Dat vind ik heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. Dus het gaat goed met het sporten en al. Een tas. Ik denk dat ik gewoon een tote bag meeneem. Ik heb een sportoutfit nog aan, dus dan kan dat ook wel. Ik moet even wachten voor mijn nagels, dus ik ben even aan het shoppen. Ik wil graag een nieuwe broek. Hier hebben ze bij de familie leren broeken. Ik heb de broek gekocht. Hij zat echt heel erg lekker. En weer een maat kleiner in mijn broeken. Zo fijn. Ik ben in de primer en ik vind dit hoesje dus echt mega schattig. Maar ze hebben het dus niet voor de 14 euro. Maar voor de normale 13 en 14, niet voor de pro. Maar voor de 13 of voor de max bedoel. Ik heb lekker gerust en ook even avondeten en ik zit nu lekker bij de kerstboom. Ik ga heel even wachten tot mijn haar een beetje opdroogt. Die heb ik moeten wassen. Dat moet eens in de zoveel tijd. En ik heb mijn nieuwe... Het heet een snuggie. Snuggie? Piso vindt het ook leuk. Dat wil ze even zeggen. Maar ik ga even een beetje wachten tot het droog is. Dan ga ik het even een model brengen. Met de föhn of met de steltank. Ik weet nog niet waar ik zin in heb. En dan moet ik nog even mijn tas inpakken. Ik wilde zeggen koffers inpakken, maar dat slaat nergens op. Mijn koffer inpakken voor de Efteling morgen. Want ik heb om 12 uur met mijn zusje op Tilburg station afgesproken. En dan gaan we samen naar de Efteling. Dan gaan we samen ook even de Efteling nog in een paar uurtjes. En dan 's middags komt mam ook naar het hotel toe. En ik denk dat we s'avonds wel eten in het Efteling hotel of zoiets. En de vrijdag gaan we de hele dag de Efteling in. En de vrijdag wordt dus een aparte vlog. Ik ga wel even in deze vlog dus zeggen van jongens, ik ga even naar een andere video. Maar dan komt dus een andere video over de Efteling online. Top! Een hele goede morgen en welkom op de donderdag van de weekvlog. De dag dat ik dadelijk naar de Efteling ga vertrekken. Kerstboom staat ook nog steeds. Want wij gaan voor 2 dagen naar de Efteling. Dus blijven vannacht dus ook slapen in het grote Efteling Hotel. Super veel zin in. Ik heb mijn koffer even ingepakt. Want dat zou ik eigenlijk gisteravond doen, maar dat heb ik net pas gedaan. En ik draag letterlijk een sportoutfit. Want ik ben Ariane. En ik ken geen normale kleding, behalve mijn uniform en mijn sportkleding. Top toch? Ik heb nog 3 kwartier voordat ik weg moet. Maar ik ga even kijken hoe laat de bus bij ons gaat. Want ik wil eigenlijk wel met de bus. Dan hoef ik de auto niet te parkeren. Dus ga ik even checken. Nou, ik ga lekker met de bus in ieder geval. Ik was even aan het passen welke jas ik aan doe, maar ik doe deze van Calvin Klein aan. Het is een beetje een cropped-achtige jas, maar hij is wel lekker warm. Ik kan ook die slaapzakjas aandoen, die vind ik heel fijn trouwens. Maar dat vind ik in attracties dus niet zo fijn. Want omdat hij zo lang is, dus dan vind ik dit zeg maar, ik kan niet meer praten. Ik ben het helemaal kwijt. Nee. Maar ik vind dit in attracties gewoon fijn. Dan heb ik die Gymshark Strength Department trui onderaan. Ik zet lekker een pet op. Ja, dat eigenlijk. Echt top. Ik heb er zin in. Ik was gisteren live op TikTok en ik hoorde dus wel dat er veel attracties dicht zijn. Joris en het raak is dicht. Dat vind ik jammer, maar goed. Jaarlijkse onderhoud, moet ook gebeuren. Koffer is gepakt, neem mijn trolley mee. Dat
is gewoon makkelijk. Ik had ook een tas mee kunnen nemen, maar dat sleep ik dan mee. En ik heb met mijn zusje op Tilburg station afgesproken. Ja, super veel zin in. Dus ik heb nog een half uurtje even nog iets eten. En dan ga ik richting de bus. Ik ga nooit meer met de bus, dus dat vind ik leuk. Het is echt zo koud. Ja, het valt eigenlijk al mee. Maar ik had eigenlijk handschoenen mee moeten nemen. Dat dacht ik gisteren aan, maar vandaag heb ik weer niet aan gedacht. Dat ga ik eigenlijk wel echt moeten doen. Goed. Ik ga hier lekker op de bus wachten, ik ben veel te vroeg. Ik heb pas over een kwartier. Kom. Nou, ik sta op station Venlo. Ik wacht even op de trein. Ik moet eerst via Eindhoven naar Tilburg. Moet ik hier overstappen. Daar staat Britt als het goed is te wachten. En dan gaan we richting de Efteling. En we hebben al afgesproken dat we dan vandaag de attracties doen waar mam bijvoorbeeld niet in gaat. Mam gaat bijvoorbeeld niet in de Baron. Dus dan kunnen Britt en ik vandaag de Baron doen. En hoeven dat morgen niemand te doen, mam niet op ons te wachten. En Britt wil gaan Droomvlucht doen. Dat vind ik ook altijd een hele leuke attractie. Want ik denk dat wij pas rond een uur of... We hebben om 12 uur op Tilburg afgesproken. Zijn we 12:30 in de Efteling. Dat we echt om 1 uur pas echt het park inlopen, zeg maar. En volgens mij is het tot 6 uur open. Dus ik heb er zin in. En ik heb zin in een Efteling cupcake. Weet je wel, die paddenstoel cupcakes? Dat vind ik echt heel erg lekker. Zin in. Eeuw, wat heb je toen hier? Ja, dat weet ik niet. Ze zijn niet meer oranje, ze zijn koud. I don't like it. Ik ben Fiona. Ja, jongens, het heeft even geduurd, maar ik ben er. Yay. Nou, zoals je ziet, we zijn in het park. Ik heb mijn koffer gedropt. Ja, je hebt een bol op je hoofd. Ja, wel mijn eerste bot. En zoals dat meisje in de trein het zegt, ik heb een dubbele kin. I know that I have a dubbele kin. We all have one. It's a family trait. We all don't have it. Dus ik ga wel zo lopen. Dan zie je het mensen niet. Nou, als ze daar een probleem mee hebben, dan moeten ze maar niet kijken. Ja, precies. Look, it's a swamp. A swamp? Look. Oh, that's actually really cool. Dat heb je niet at Disney. Don't rub it in. Maar ik denk dat we eerst even warme chocola gaan halen en een Efteling cupcake. I wanna look at the plusjes, if they have a nice pen now. Oh, een... Fabula. Fabula. Maar goed, vandaag komt de Efteling dag nog in deze vlog. Morgen ga ik een hele aparte Efteling vlog maken die apart op YouTube komt. Jee. Ik open dus net de wachttijden app. Het langste wacht is 20 minuten voor de oude tuffelbaan. Zelfs de, let's go. Zelfs de Baron is maar 5 minuten wachten. En Vliegende Hollander 10. Ik wil eerst wel even drinken. Ja, ik ook. Ik wil een Efteling cupcake. En een warme chocomel. Ja, dat vind ik zo leuk. Zo'n wat? Cake. Zo'n cake? Ja, zo'n jascake. Ja, dat is leuk. Hier kwamen we voor. Nou, wij kunnen er tegenaan. We hebben ons koffie. Geen notieten. Wie staat? Ach, is het door een roosje of niet? Of is dat aspoester? Geen notieten. We zijn in de Efteling. I'm trying to be child friendly. Oh. Nee, grapje, dat is vals. Kom nou in de puberteit. Oh, ik moet wel zeggen, er staat heel veel in de stijgers hier. Maar. Maar is dat niet door een roosje? Dat is door een roosje, want dat is het eerste ding van het sprookjespas, toch? She be napping, it's fine. Mm-hmm. Wat was onze eerste attractie van de dag? Loop niet tegen een kerstboom aan. Problem. We gaan eerst naar de Droomvlucht. Nee. Oh ja, Paddoes ontmoeten, sorry. Klopt, ja. Droomvlucht, eerste attractie. Wacht even. Als we maar niet zo lang in de rij moeten staan, kunnen we letterlijk zo naar binnen lopen. Nee, we kunnen, we stappen nu in, letterlijk hier. Stap. Au! Ben je nou heen geweest en hoe lang weet je nou wel dat je hoofd in moet buigen? Stoot je vol de hoofd hier aan het dak. Look how pretty! Britt wil een revanche van vorige keer. Die stomme eend. Wat hoop je eruit te krijgen? Wat kreeg je de vorige keer? Jaarkaart.
vorige keer kreeg ik een sleutel aan. €2 voor die eend. Wat? Je pin of something. Zit er niet alleen maar sleutelhangers in? Oh. Het is wel wat hard. Een boxset. Oh, for fuck's sake. I already got this one. Does anybody want to trade? I got this one already. Wat is het? Een geitje? Dat is een geitje. Jee. Penguin pret. Oh, penguin pret? You can catch penguin steer instead of ducks. Oh! Gaan we dit doen? Look at them. Gaan we dit doen? Ik wil dit doen. That's how you get a gingerbread man. Hey, want een gingerbread man. Ja, ik wil dit doen. Ik wil wel die grote. Wat leuk. Of ik wil dat roze konijn. Ik speel de call, je hebt echt geen smaak. Oh ja! Doe je talk about the volgende vlog voor een second, dus die eend voel ik niet. We gaan echt even. We gaan het jullie laten zien. Ja. Waar is de beurt? Ik vind dit echt slecht. Maar, gaan ze hem weghalen? Weet iemand dat? Ik ben Ash. Oi! Oi, where are you at? Oi, where are you at, beurt? Maar goed, hij krijgt gewoon lekker verf of zo. Ik heb dus gelezen dat hij weggaat, maar... Het is winter. Ik ga natuurlijk niet zo'n terugvlucht naar het warme weer. Keep it chill. Normaal hebben we... Heeft hij een kerstmuts op, volgens mij. Maar wij gaan naar de Baron. Hier stond dus voorheen altijd het spookslot. En daar komt nu Dans Macabre. En? Is een lot of green. Het looks really cool. Ik weet niet of dit het oude of het nieuwe al is. Ja, iets creepy. Ik wil een heel kerkhofje te komen, dat is vet. Ah, I'm excited. Sure, whatever you want. Spookslot, dat is heel leuk. Dit is zeg maar de viool van Spookslot. Zij rijdt 2. Brit wilde niet rijden. Hij dacht het was moi. Ja, weet je, als je er 5 minuten voor moet wachten, vind ik hem heel leuk. Maar ik zou er geen uur voor in de rij gaan staan. Hij zegt, maar het is wel een vette coaster. Ja, maar hij duurt hoe lang? 3 seconden? Wow, het is zo'n big wheels. Ja, als je dat gevoel in je buik fijn vindt, als dat je zo naar beneden stort, dan is dit de coaster voor jou. Maar ik ben meer een vliegende Hollander. Maar hij wacht. Tip van Flip, ga niet onder de baan staan als er zo'n karretje voorbij komt. Because you'll get wet. En dat gaan wij nu ook doen. Dit is echt mijn favoriete attractie of all time. Het is wel jammer dat Joris in het raak is. Ja, het is echt zonde. Maar goed. Maar uit alle pretparken op de hele wereld is de Vliegende Hollander mijn favoriete attractie. Ach, lul niet. Nee, echt serieus. Nee, dat is Indiana Jones en Tokyo Disney. Ik vind deze echt leuker. Bruh. Nou, Efteling. Nee, nog Efteling. Efteling, you got that.
Nou, ik ben nat. Je man heeft zelf niet meer hoog zitten, laag zitten. Ik wist niet dat hij zo hard ging. Ik wist niet dat ik nat was, dat is nieuw. Godzang, wat een godding. Ik ben een gelukkig mens. Ik heb mijn broodje, Unox. Dan moeten we alleen voor jou nog een broodje kroket halen. Een wat? Ja, je wordt nat in de vlinol, dat is ook nieuw. We gaan nu in de vogelrok. Wat haar van mij, stop. Oh nee, hier is nog de staart van de vogel. Hey, ik wil iets krakken. Hier is de vogel. Nee, mijn nagel. Noten zelf. Geen achtbaar nu naam, broodje Unox. Zeg mijn zuster ei. Ik heb het idee dat ze best blij bent met je ei. Waar is ze? Waar? Nee, hij lost you. I lost you. Ja, mama is aangekomen, dus we gaan er even op wachten. Sure. Nou, surprise, surprise. There she is. Need to pee. Even plassen. Plassen, ja, plassen. Hallo. Zij wel weer. Moet altijd een papiertje hebben. Jouw camera staat aan. Mam en Brit gaan in de draaimolen. Ik word echt misselijk in ronddraaiende dingen. Dus ik ga er gewoon niet aan beginnen. Ik weet dat ik dan mijn dag kan verpesten. En Brit wilde per se op het varken hier in die binnendraaimolen bij de Efteling. Volgens mij is ze helemaal happy. En mam gaat ook mee. We gaan weer een keer een droomvlucht. Oh. Ja. Onze slak heet Lijp. Ja, onze slak heet Lijp. Met een B. Dat past bij ons, want wij zijn ook Lijp. Met een B of een B? Met een B. Ja, maar zijn wij Lijp? Of zijn wij Lijpen? Vind je jezelf Lijp? Ja, ik zou wel zijn Lijp. Oké. Beetje koud, of niet? Volgens mij weten heel veel mensen het niet, maar er is een Efteling museum op het Anton Pieckplein. Het is echt heel leuk om even naar binnen te lopen als je tijd hebt, want je ziet alles. Ja, very cute. Ik vind alleen haar niet zo leuk, maar ik vind het jammer dat het halve niet staat. Efteling, we hebben een vraag. We hebben ook van deze pilaren thuis en wij willen deze lampen. Het mag best iets kleiner zijn, maar zoiets. En ik wil ook zo'n muts erop. 9605. We staan in Symbolica. En nu eruit. Ja, gaat goed. Ik ben ook wel lelijk op mijn oude dag. Mensen kijken weer echt als een idioot toen ik loop door de Efteling met een koffer. Ja, kijk hoe mooi dat Symbolica is. Mooi hè? Kijk hoe mooi die pagode is. Echt prachtig. Kijk nou wat schattig van die lampjes. Hallo? Ja, serieus pasje. Echt mega cute. Hier is dus de ijsbaan. Nou, dit was onze slaapplek voor vanavond. Het Efteling Hotel. En we gaan hier ook lekker dineren. Jee.
Als jullie een rondtour willen van het Efteling Hotel, kijk dan even op TikTok. De rest van de... Good chocolate. Ja, we kregen chocolaatjes. Super lief. Het is een small elevator. Gewoon. We zitten nu in het restaurant van het Efteling Hotel te eten en we zijn de enige. We zijn maar niet waar, daarachter zitten ook mensen. Oh. Ja. Iedereen is helemaal stil. Ja, maar dat is leuk. Wat schattig dit. Zacht, alsjeblieft. Dit heet dus het sprookjesapparatief. Was dat dan cotton candy of zo? Ja, dat was volgens mij suikerspen. Wat schattig. Water met suiker. Nou, de voorgerechten zijn er. Dit is een trompetter. Mam en ik hebben zo bij de carpaccio. En wat heb jij? Kijk nou, dat is een Wat schattig. Kijk, dat is die trompetman. Zo. Oké. Okay. Smakelijk. Een poedertje. Ja, kijk hoe schattig. Smakelijk hoor. Cute. Probleem. Nou, het eten is er. Wat heb jij? Je hebt een gevulde scharrelkip. En mam en ik hebben beide de diamanthaas. Ja, en friet. Vekken en mayonaise. Smakelijk. Paaltoe 60. Oh, wat leuk. Zijn badmuts op. En zijn badmuts. Wat ja. Jij bent je zeker dat er geen alcohol in zit? Heeft zijn slaapmuts op, niet zijn badmuts. Slaapmuts. I'm excited. Volgens mij wel, hè? Nou, we niet eens op. Wel. Ja, je moet je bestemmetjes achterlaten. Dank u. Dank u. Groot fan van je outfit. Oh, nog iets? Doe, fijne avond. Dag, slaap lekker. Doei. Ja, dat is toch echt zo. Ja, bijna heel gesloten. Gelukkig bijna. Doei. Dat dacht ik al. Pardus heeft Brit net etiketten geleerd. Wat mij niet lukte, is Pardus gelukt. Ik zou wel de hele tijd gek worden van allemaal die belletjes. Oh. Is hij niet voor padijntje? Oh. Je moet hem in je tanden, ja. Oh, ja. Dankjewel. Oh. Ja. Kijk even hoe schattig dit dessert is. Muiltje van Assepoester. We hebben alle drie hetzelfde. Lekker origineel. Muiltje olé. Verder zijn we niet moe of zo. Echt meer. Nom, nou, wij hebben heel lekker gegeten, toch? Nou, wat een enthousiasme. Het niet. Ik heb erg lekker gegeten. Ik ga afscheid van jullie nemen voor vandaag. Oh, waar ga je heen? Naar bed. Zeg, roodkapje, waar ga je heen? Ik zie jullie zo morgen. Alleen, zo alleen. Zeg, roodkapje, waar ga je heen? Zoals ik al eerder zei, zal de dag in de weekloop vandaag dus niet bestaan. Dit is het enige het laatste wat jullie gaan zien. Want vandaag komt de rest van de Efteling vlog in een aparte vlogvorm op YouTube. Dus ik wens jullie alvast een fijne rest van de week toe. En dankjewel voor het kijken naar deze weekvlog. Volgende week weten we het eigenlijk niet, omdat ik reserve sta. Dus het kan alle kanten op. Dus ik zie jullie in de volgende weekvlog weer. Doei doei!